De herfstvakantie lijkt nog ver weg, maar de Brikvrieks zijn al volop aan het bouwen voor het jaarlijks gratis Lego-feest in het sportcentrum in Leerdam. Fijn dat jullie er weer zijn. Als ik jullie aan tafel zie, word ik altijd blij, want dan gaan we het hebben over een geweldig gratis evenement, wat te maken heeft met uh, allemaal kleine steentjes. En dat duurt natuurlijk nu nog wel een, een half jaar, maar we gaan het hebben over het uh, Lego-Brikvriek-festival. Of brik, Friek, Verstijn. Ik moet altijd erover nadenken wat het is. Maar jongens, welkom. Dankjewel. En uh, wat gaan jullie over een half jaar neerzetten? Oeh, dat is wel een hele moeilijke vraag. Nou, eigenlijk is het toch simpel. Wordt het hetzelfde als vorig jaar? Nee, het wordt niet hetzelfde. Het wordt iets heel anders. En waar, op welke manier? Want jullie gaan een gratis verstein organiseren. Een festival, hoe je het noemen wil. Wat te maken heeft met, met Lego. Allerlei dingen die jullie bouwen. Um, op welke manier is het dan nu anders dan, dan vorig jaar? Uh, het wordt veel groter, want we hebben nu de hele sporthal. Dus we komen 350 vierkante meter bij. Dus totaal praten we nu over 1350 vierkante meter waar we aan, aan het vullen zijn. En dat vullen jullie allemaal met uh, eigen gemaakte Lego-werken die, die we al eerder hebben kunnen zien? We hebben vaak gebruik gemaakt van de modulaire huizen. Maar dan kunnen de mensen alleen maar aan de buitenkant bekijken. Mm -hmm. Maar die huizen die zijn van binnen helemaal ingericht. En daar willen we nou iets mee gaan doen dat de mensen ook van binnen kunnen kijken. Dat is eigenlijk een tipje wat we nu wel weggeven. Van binnen kunnen kijken in een huis, dat is wel een heel klein tipje. Maar wat, wat gaat dan bijvoorbeeld het, het thema worden? Of waar moeten we dan aan denken in? Wat voor type gebouwen? Of... Ja, alle modulaire huizen die al die jaren uitgekomen zijn... Die laten we zien. Eigenlijk is het gewoon een openhuizenroute. Dat klinkt heel wel super. heel leuk. <laughs> een openhuizenroute. En dan, dan ga je ze dus allemaal zelf, uh, zelf bouwen. Het is niet uit een doos, maar allemaal. Dat zijn wel, nee, dat zijn echt bestaande huizen. Hè. Serieus. Dat echt, dat zijn hele de serie die er is van de modulaire huizen. Die willen we nu op een andere manier presenteren. En dat is onderdeel van wat de mensen bij ons kunnen komen zien. Ja, je hoort al wel dat ik, wat dat betreft, helemaal geen verstand heb van wat er, wat er uh, op gebied van uh, Lego te koop is, om het, maar, uh, om het maar zo te zeggen. Maar daarnaast bouwen jullie toch ook echt zelf mooie dingen. Dat, je, dat, dat het uniek is om daar naartoe te komen. Uiteraard. En het, wat... top, het topstuk is ons diorama. Ja. Daar komen de mensen voor. Ja. En wat gaan we in het diorama dan nu zien? Want dat wordt dan dus ook anders. Dat wordt heel anders. Dat wordt, heel anders. Dat wordt heel anders, ja. We gaan echt. Uh... We gaan echt, zeg maar, buiten onze eigen grenzen. Dus we, we stappen eigenlijk uit de comfortzone, wat Richard ook zegt. Hè, van, we gebruikten meestal die huizen. En, en dan maakten we dan, zeg maar, een, een thema op op die huizen, mm -hmm. zeg maar. Dus je had altijd wel een, een, een linkje naar die huizen toe. Ja, we gaan nu echt dingen bouwen die we zelf nog nooit hebben gedaan. En uh, ja, daar, daar leg je de lat nog hoger neer. Uh, omdat je natuurlijk zoveel bezoekers vorig jaar hebt getrokken. En je wil elk jaar eigenlijk iets vernieuwends doen... Ja, dus dan moet je echt dingen gaan doen waarvan je zegt... nou ja, dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. En dan, en dan heb je een idee, dat werk je uit. Ja. Heb je dat allemaal op zolder liggen, al die steentjes? Ja. Ja de, meeste, ja, de meeste stenen hebben we natuurlijk wel. Kijk, we, we maken zeg maar een plan en dan tekenen we een beetje grof... Ja, het worden, worden eigenlijk grove penschetsen van... Oké, okay, jij, jij vult dit compartiment, jij dit. Hè. We maken ongeveer 30, 35 vierkante meter... Ja, en dat moet je dan verdelen, hè? zodat je zegt van nou jij bouwt dit en ik bouw dat. En, en, en zo komt het dan zeg maar tot één geheel. Ja. En, en dan, hè, dat, ja, ik kan me, daar hebben we het volgens mij wel eens eerder over gehad. Ik kan me niet voorstellen dat het allemaal op zolder ligt. Ja, nee. Kijk, wat we proberen is de steentjes die we vorig jaar gebruikt hebben in het diorama. Hè, de, dan heb je het over anderhalf, twee miljoen stenen die daarin zaten. Die zijn allemaal weer afgebroken en teruggesorteerd in dozen ja. en in boksen. Ja, en dan ga je met die stenen kijken of dat je weer iets nieuws iets totaal anders kan maken. Alleen ja, dan kom je er halverwege achter... van hè, zoals we nu bezig zijn. Dan zie je van... Ja, bepaalde stenen in die hoeveelheden... hebben we gewoon niet. Ja, en dan moet je gaan kijken van... Uh, hè, kunnen we het van elkaar lenen... Of, of moet je dan toch weer wat bijkopen? Want ja, je probeert toch een hobby... Te bekostigen op, uh, op met de stenen die je hebt, mm -hmm. om, omdat je niet onbeperkt kan blijven kopen. Nee. nee, ergens is dat natuurlijk ook logisch, maar aan de andere kant denk ik, je zou ook een hele kleine bijdrage kunnen vragen om uh, voor de mensen om naar binnen te komen, zodat je die steentjes dan uh, zou kunnen kopen. Ja, dat zouden we wel kunnen doen, maar dat is, dat is onze opzet nooit geweest. Kijk, we willen het uh, heel laagdrempelig houden. Om, om ook die kinderen die, waarvan, we misschien, waarvan mensen zeggen van ja, één of twee euro intree, dat, dat moet toch wel kunnen. Maar we weten gewoon dat daar kinderen komen met vijf of met tien euro. Die en iets willen kopen en misschien nog iets willen eten. En dan misschien net die intree. Mm -hmm. En zorgen dat ze iets niet kunnen kopen. Dus we hebben gezegd, we doen dat gewoon gratis. Uh, dit jaar doen we wel, omdat we daar wel heel veel reacties op gekregen hebben van... Laten we een QR-code bij de uitgang uh, ophangen. Dat willen mensen een vrijwillige donatie doen. Dan kan dat gewoon. Ja. Ja. ja, dat is op zich natuurlijk ook wel fijn. Maar ik kan me ook voorstellen... Ik ben natuurlijk diverse keren geweest en denk... je, als je daar binnenkomt... Hè, en we hebben het ook wel eens gehad over uh, het grote wat dan in, in, in... Wat is het? In Utrecht volgens mij. In de Jawersen, ja, of in de Amsterdam. Ja. Dan, daar betaal je ook intredes. Dus mensen zeggen dan ja, ik wil toch iets achterlaten. Want. En dat is dan natuurlijk een super, super idee. Ja. Zou het een optie zijn om bijvoorbeeld de steentjes die jullie niet hebben te laten sponsoren. Door, door een bedrijf, of misschien iemand privé die zoiets heeft van joh, ik draag dit er maar om hart toe. Uh, op deze manier zou ik wat, wat willen doen. Ja, dat, dat is natuurlijk altijd mogelijk. <gacht> Kijk, we hebben nu ook. Uh... Uh, sponsoren om die hele sporthal, uh, zeg maar, te financieren. Mm -hmm. En de vloer die daar geplakt moet worden. Daar hebben we, zeg maar, bedrijven bereid gevonden om die kosten, zeg maar, te dragen voor ons. Ja, kijk, als er nog meer sponsoren zich melden. Ja, dan kun je zeggen: van oké, okay, dan. Dan hoef je niet zo uh, koortsachtig naar die blokjes te zoeken. Hè? Want dan kun je ze gewoon bestellen. Ja. Dus ja, dat zou heel fijn zijn. Dus ja, mochten de sponsoren zich aanmelden, dan, uh, ja, dan graag zou ik zeggen. En dan vinden ze de contactgegevens, denk ik, op de website. Ja. Noem hem eens uh, alvast: uh, www.brickfreaksleerdam.com. Kijk, nou, ik hoop natuurlijk dat er mensen zijn die zeggen van nou weet je, gaan jullie maar die steentjes bestellen die je nodig hebt en gaan niet overal zoeken, uren erin steken voordat je misschien een duizend ja. uh, paar stenen hebt gevonden. Wat gaat er nog meer anders worden dit jaar? Want jullie hebben echt, hè, wat je zegt, die ruimte is natuurlijk wel heel groot geworden. Ja, we hebben een, een idee om. Uh, eigenlijk is ons feest is ons diorama. Dat is eigenlijk waar alles mee uh, ontstaan is. Alleen wij horen ieder, ieder jaar van: ik heb ook wel wat, ik heb ook wel wat. En we hebben nu het idee uh, bedacht om een, een wedstrijd uit te schrijven van tevoren, uh, waar kinderen tot 12 jaar hun bouwwerk kunnen laten met een foto of een tekening of een verhaaltje waar ze willen maken. En dan kunnen ze dat dan ook presenteren op ons feest. Dus dan komt er een, een, een 25 tafeltjes met kinderen die ook die komen dan rondom ons die ramenveld heen te staan. Eigenlijk wordt het een soort, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, een, sh een showkramen. Wat leuk, dus, dus de, de kinderen die enthousiast zijn, die kunnen zich aanmelden en dan kunnen ze dus eigenlijk zelf hun eigen, laat ik het dan zeggen, mini, mini Lego creatie tentoonstellen. Ja, 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 ja. Ik vind dat toch ook wel, uh, wel bijzonder, maar hoe, hoe, uh, hoe gaan jullie dat selecteren? Heb je daar een speciale jury voor of doe je dat zelf? Ja, hoe we het gaan organiseren, dat weten we nog niet. Het idee is wel van uh, als we de hele sport al kunnen afhuren, dan doen we de, die derde die we er nu bij huren. willen we, zeg maar, specifiek voor die kinderen mm -hmm. uh, uh, bestempelen. Ja dan moeten we even kijken hoeveel uh, tafeltjes kunnen we daarin uh, zetten. We denken ongeveer 25. Ja, en dan moeten we kijken van uh, hoe gaan we dat op een goede manier uitschrijven dat 25 kinderen zich aanmelden? Ja, of, ja. Dus dat weten we nog niet precies. Want het is dus natuurlijk ook leuk dat niet kinderen uit de regio komen, maar bijvoorbeeld ook uit Groningen of uit Maastricht, die we afgelopen jaar ook mochten verwelkomen. Ja, het zou ook leuk zijn als die uh, eventueel zouden willen komen. Dus we willen kijken of dat we dat zo breed mogelijk uit kunnen zetten. Ja. Ja, dat, klinkt, dat klinkt natuurlijk super, super leuk. En we hebben het natuurlijk over heel veel dingen gehad. Het enige wat we nog niet hebben genoemd is de datum. En dat is denk ik ook wel belangrijk. Kunnen Mensen vast in de agenda noteren. Ja, het is weer de herfstvakantie. Uiteraard. Alleen, al dit jaar in de tweede helft. Mm -hmm. Dus we zitten wat later. Maar het is 1 en 2 november. Ergens is dat voor jullie, denk ik, gunstig. Dan kan je wat langer bouwen. Heel fijn. En, en zijn jullie dan nog op, op zoek naar ideeën of, of andere uh, dingen wat je kan gebruiken om het om het een nog groter feest te maken? Nou, dat eigenlijk niet, want dat hebben we allemaal. Over elkaar. Ja. Want wat we hebben, willen we eigenlijk iets breder wegzetten, wat ruimer neerzetten. En dat kunnen we nu doen, omdat we meer ruimte hebben. Dus daar, dat zit wel dicht. Dus je hebt eigenlijk niks meer nodig behalve tijd. Ja, ja. dat is eigenlijk tijd. Ja, want ja, we moeten in de tussentijd uh, hebben we ook wat uh, PR-momentjes, om het zo maar te zeggen. Dus we trappen weer af op uh, 11 mei, als het goed is, in de binnenstad. Dan gaan we weer net als vorig jaar. Ludiek het feest te aankondigen door midden op straat te, weer te gaan zitten bouwen. En dan gaan we ook weer uh, een bezoek krijgen van uh, de muziekvereniging de bezuin die het uh, muzikaal een beetje ja. komt uh, opleuken. En ja, zo proberen we ook weer een connectie met de binnenstad uh, uh, te leggen. Ja, in de binnenstad komt ook uh, in de week voorafgaand aan het feest op 1 en 2 november, komt ook weer van alles en nog wat. Dus ja, we proberen weer heel Leerdam erbij te betrekken. Zeg maar. Ja, mooi. Dus het is weer een, een, ja, een Leerdamsfeest waarbij ja. je hoopt dat er mensen uit de regio in ieder geval uh, ook uh, langskomen. En dan 1 en 2 november, welk tijdstip? Uh, 1 november vanaf 12 uur tot 9 uur s avonds. En de zaterdag is van, laat uh, ik het goed zeggen uit mijn hoofd, van 9 tot 4 ja, ik ga jullie ongetwijfeld nog een keer spreken. En uh, misschien ook wel in de binnenstad ergens zien waar jullie uh, aan het bouwen zijn. Ik kijk. Zelf enorm uit naar de ideeën, want het blijft altijd een beetje vaag. En het is eigenlijk zo van, joh, je komt maar zelf kijken wat we <kijkt> hebben gemaakt. Dus bij deze denk ik, laat iedereen 1 en 2 november komen kijken. En kom af en toe een keer uh, langs ook om uh, wat updates te geven. Ik vond het uh, fijn dat jullie er weer waren. En uh, we gaan elkaar zeker zien. Dankjewel. Jij, bedankt. Jij, bedankt. Ja, nog heel even, want uh, we hebben het heel veel hè, besproken al, over gehad, wanneer het is. Vaak vraag ik wat dingen en dan krijg ik kleine dingen. Ik wil graag een thema. Wat is nou een thema? Nou, vooruit dan. Kedenk, kedenk. Een reis door de tijd. Nou, daar kunnen we mee verder en over nadenken.